Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt. Ik ben Jeno, Jolien is mijn vriendin en zij is haar aan het klaarmaken. Samen maken we iedere dag een nieuwe vlog en stel ik af en toe ook wel eens een vraag aan jou. En de vraag van vandaag is, welke kleur van t-shirt heb je aan? Ik? Een... Wat is het eigenlijk? Een blauwe? Ja, blauwe. En jij? Laat eens even hieronder weten in de reacties. Hier aan deze tafel gaan wij plaatsnemen. Met dat lichtje aan, zodat we een mooie belichting hebben. We hebben twee toffe dingetjes die we eens willen laten zien aan jou. Het zijn Noms, twee van die dozen. Het ziet er echt super cool uit, hè? Hiermee gaan wij eventjes aan de slag gaan om jou te laten zien wat je hiermee allemaal kan. Dit is hier bijvoorbeeld een soort van snackbar, waar je allemaal shakejes kan maken. En ja, het ziet er echt super lekker uit. Maar je mag het niet opeten, helaas. Hiermee kan je dan weer cupcakes versieren. Dat gaat in die grote ronde, dan moeten we draaien en zo. Dan gaan we die glitteren. Dus hiermee gaan we nu aan de slag. Hier staat het allemaal. Hier is dus de glitter playset. Hiermee gaan we straks glitteren. Maar het schuif even aan de kant. Hiermee gaan we beginnen. Ja, we gaan hier beginnen. Oh, pas op. In onze keuken. Nee, dat potje staat erboven. Oh ja. Goed doen, hè. Oké. Okay. Ja. Ja. Je mag ze er eigenlijk ook wel uithalen, want we gaan er meteen mee aan de slag. Hier gaan we dus lekkere glitter shakes mee maken. Opletten, je mag het niet opeten. Ik heb het net ook al eens gezegd. Hier heb je dus de potjes. Haal een beetje eruit. Deze gaan we dus vol doen met lekkere slijm. Dat gaat eigenlijk via deze machine. Kijk, je ziet het hier al. Het draait hier al een beetje. En met dit gaan we het straks in de potjes stampen. Oké. Okay. En zo krijgen we dus een lekkere shake. We hebben eigenlijk twee dingetjes. Dit dat is zijn een aardbeien. En dat is besjes. Besjes, inderdaad. Dat zijn kleurstofjes. En dan hebben we hier ook nog een beetje glitters om, om een beetje glitterig te maken. Hè. En hier ook nog. Ja, en dit is trouwens de basis. Dat heb je altijd nodig. En de zaken die hier staan, die kan je dus mengen met dit. Dat is openmaken, hè. Trouwens, er zit ook nog een heel tof stukje bij. Ik weet niet of je dat al gezien hebt. Ja, dat is een klein snoepje, zeg maar. Ja. Je moet er eens aan ruiken. Kijk, dat begrijp ik. Het ruikt naar snoepjes. Ja, hè? Ja. En er is ook nog zo'n spateltje bij. En dat spateltje is denk ik om eigenlijk tussen het potje leeg te halen. Dus je kan hiermee leeg spatelen. Ja. Ja. Eerst hebben we al door een beetje in de bowl. Zo. Een beetje van het gewone slijm. Zo. Nu gaan we het ook een kleurtje geven. Gaan we voor het blauw gaan? Ja. Dat ruikt ook echt heel lekker. Het ziet er ook zo lekker uit. Dat is het ook. Ja. Ook, dat zal genoeg zijn, denk ik. Ja. We hebben er een druppeltje blauw bij gedaan. En we doen er ook nog witte glitters bij. Hè? Ja. Dat is leuk. Wow. Wow. Lekker veel glittertjes. Oké. Okay. Nu gaan we het volgende doen. We halen deze boil eruit. En we doen deze hierin. Allemaal mooi samen. Hoppakee. Ik heb er al gekleurde vingers van gekregen. Ja. Maar ze ruiken wel lekker dan. Zo, stop het erin. Draai maar. Wow. Ziezo. Klaar. Dat ziet er goed gemixt uit. Prima. Zo mooi. Zie eens, met allemaal zo glittertjes erin. Het ruikt echt heel erg lekker. Echt heel mooie kleur ook. Mijn favoriete kleur. Hoppa. Zie. Wow. We hebben hier een schuifje ontdekt. En op dat schuifje kan je dus dat potje zetten dat eigenlijk hier eerst stond. Stond eerst hier. Je hebt eruit gehaald. Je kan hier zetten. En dan kan je daarin nu het slijm erin stoppen. Ach, ik zal het een beetje helpen. Zo. Hoppa. Zit goed vol. Ja. Tudu. We kunnen lekker veel shakejes maken. Ja. En het is nu de bedoeling dat we het er terug in zetten. In ons winkeltje steken. Hoppa. Zo. Nu kan je draaien. Daar is die. Daar is die, ja. Oh, te ver. Zo, perfect. En nu moet je met dit dingetje dat hier bovenaan staat, zachtjes duwen. En dan komt het hier uitgelopen. Wacht eentje. Wow. Ja, daar komt ie.
Leuk, hè? Super tof, heel mooi. Ziezo, zo, die is klaar. De hand eruit. En we zetten het rietje erop. Ja, en die is klaar. Tjoep, 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 tjoep. Ja, maar dat mag je niet opeten, hè? Oh ja, nee. Dat is waar. Maar ja, doen alsof, hè. Er zit geen echte dop op, hè, dus je kan niet echt drinken. Ja. Als je wil, kan je nu nog een volgende laag over doen, hè? Ja, een ander kleurtje. Ja. Jolien heeft nu een roze of een paarse. Nee, wat? Nee, het is een roze slijm met dan daarin haartjes. Gemaakt van aardbeien. Ja, en ruikt het ook? Lekker, hè? Ja, super lekker. Ja, stop het maar in het doosje. Ja. Zo. Hierin zetten en duwen, 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 duwen. Ja. Met deze blauwe gaan we nog een beetje rood doen. Een beetje maar. En... wow! Daar gaat het bij. Wow! Wat een mooie mix. Ziezo, ja, is klaar. Het rietje erop. Bah. Kijk eens hoe mooi. Het rietje erop. Het rietje erop en we kunnen drinken. Zo. Lekker hoor. Super heel tof. Mooi. Ja. Gaan we ons nu bezighouden met dit hier? Ja, ik ben wel heel benieuwd. Let's go. En we gaan nu cupcakejes maken met deze mooie poppetjes, zie je dat? Oh. Het heel veel verschillende. Ik sta een beetje onder. Maar je moet deze dus aanbrengen, zo op deze manier eigenlijk. Hè? Krijg je een poppetje. Je zet dat hier in deze shine machine. Het is een heel bijzondere machine. Kijk, ze heeft zo'n wieltje, dat ga je ronddraaien. De shine machine. De shine machine. Maar wat je eerst gaat doen, is beslissen hoe jouw poppetje gaat shine. Ja. Dat doe je eigenlijk met dit lijm. Dat is echte lijm. Mm-hmm. En dan ga je met me heel voorzichtig mee omgaan. Draai het open. Heeft een borsteltje. En dan kies je van, kijk, ik wil graag zijn hoofd, zijn bovenhoofd heel erg laten shinen. Want straks gaan die glitters er natuurlijk aan blijven vastkleven. Dus ik heb zijn voorhoofd. En dan, ik wil ook nog zijn oogjes. Zie zo. Mooi zijn oogjes doen. Kijk, dus zijn voorhoofd en zijn oogjes gaan we laten shinen. En misschien zijn achterhoofd ook nog? Ja, zo hier zo. Dat puntje hier zo, hè? Ja. Right, hier mogen van mij de glitters komen. En nergens anders. Dus, wat doe je? Je zet hem op zijn sokkel. Ja. Je gaat nu de glitters in de box doen. Daar gaan ze. Je mag ze er allemaal in doen. Ja, jawel. Doen dat ze er allemaal in gaan. Zo, vind ik wel leuk. Het is leeg. Het is leeg. Dan doen we natuurlijk heel belangrijk het deksel er terug op. En dan gaan we nu draaien. En shinen straks. Het is heel belangrijk. Goed draaien. Dus in de andere richting. Zeker. Wel opletten dat de deksel er goed op blijft zitten. Al het slijm er mooi wordt verdeeld over het leuke poppetje. Je hebt er meerdere. Kijk, je hebt ook nog een vrouwtje. Maar hier, kijk, je krijgt ook een boekje erbij. Waarin dat nog eens veel meer staat uitgelegd. Wow, zoveel verschillende poppetjes nog. Voilà, nu is het natuurlijk wel een beetje een vuil boeltje geworden. Dat is net zo leuk. We hebben hier ons poppetje. En dat kunnen we nu met het tangetje die erbij zit... even het eruit halen. Voilà. Even tonen hoe die eruit ziet. Ik zal hem even vastnemen. Ta-ta-ta. Kijk, zijn oogjes glinsteren mooi. Zijn haren glinsteren. Het bolletje ook. Eigenlijk glinstert hij wel bijna overal. Ik denk dat Mattie een beetje te veel lijm hebt gebruikt. Nee, dat is niet helemaal waar. Het is zo dat hij eigenlijk nog een klein beetje moet drogen. Dus eigenlijk zou hij hem goed moeten afkloppen zo. Dus in alle plekjes waar er geen lijm op bevestigd is, dan gaat daar het glitter weer af. Oh ja. Het blijft enkel maar plakken waar het lijm maakt. En na zo'n kwartiertje is alles droog en dan ben je klaar. Oh, is wel super schattig. Hè? Doe eens eventjes een duimpje omhoog als je me zo lief vindt. Joehoe. Hallo. Laat eens ook even weten welke playset je het leukste vindt. De shakes of mij. Kies mij. Hè? De cupcake glitter.
Laat hieronder weten in de reacties. Cupcake glitter hieronder zetten. Dag! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.